Een nieuwe generatie dichters, de tachtigers genoemd, dreven de spot met zijn werk. Sentimentele, hoogdravende versjes noemden ze het. Hoe anders was dat tijdens zijn leven? Velen kenden zijn gedichten uit het hoofd en hij was de best verkopende dichter van het land. Ja, deze Rotterdamse handelaar in verf was lands grootste poëet. Dit is Rotterdammers van Formaat. Aan het begin van de 19e eeuw was deze man ongekend populair en belangrijk voor de Nederlanders en het net opgerichte koninkrijk. Hij wist de mensen te raken, zoals tegenwoordig zangers van het levenslied dat zo goed kunnen. Maar hij dichtte niet alleen over lief en leed. Hij had ook een boodschap en zette de hoogtepunten uit de vaderlandse geschiedenis op rijm. Wie was deze Rotterdamse koopman, dichter en 19e eeuwse troubadour? Weet u wie dit is? Lijkt Napoleon, maar Beethoven. Kennen jullie deze man? Ja, hij staat op dat beeld daar. Ja. Tollens. Helemaal goed. Ja, want die staat daar op het op zijn. Verffabrikant, geloof ik. Ik ken hem alleen van het beeld hier in het Euromaspark. En een vriendin van mij woont in de Tollensstraat in Amsterdam. Henricus Franciscus Carolus zoon Tollens. Vadertje Tollens. Dichter voor het volk. Hij werd in 1780 in Rotterdam geboren als zoon van een handelaar in verfstoffen, maar werd vanaf zijn derde bij een kinderloze oom in Amsterdam ondergebracht. Zijn jeugd was van grote invloed op zijn latere werk. Zijn oom zou zijn neef altijd in rijm hebben aangesproken en in het Duitse Elten, waar hij later op kostschool zat, werd hij gegrepen door de schoonheid van de natuur. Goedemorgen. Op zijn 15e kwam Hendrik weer terug naar huis, naar Rotterdam. Zijn vader kon namelijk zijn hulp wel gebruiken in zijn goedlopende verfwinkel. Want de naam Tollens stond in Rotterdam voor verf. En Hendrik ging elke ochtend braaf naar de zaak en deed zijn werk. Maar zijn gedachten waren niet bij pigmenten. In plaats van het mengen van de verf schreef hij veel liever gedichten. Dat zegt ook Marita Matthijssen, emeritus hoogleraar moderne Nederlandse letterkunde, gespecialiseerd in de 19e eeuwse literatuur. Hij hield er niet van. Hij hield er helemaal niet van het bedrijfsleven. Hij was eigenlijk het liefste inderdaad bezig met versjes schrijven, toneelstukken schrijven, naar de schouwburg gaan, naar de meisjes kijken. En er zijn dus bewijzen van dat hij in boekhoudschriften echt kleine versjes in de marge schreef of een afrekening op rijm maakte. Hij had er echt zijn kop niet bij het bedrijf. Maar ja, zijn vader was streng en er zat niks anders op dan daarin te blijven. En er was ook geen andere kans. Je kon niet leven van de pen in die tijd. Dat bestond gewoon nog niet. Hendrik Tollens combineerde het koopmanschap met het dichten. Zij het in zijn vrije tijd. En nog voor zijn 18e bracht hij zijn eerste bundeltje uit, weliswaar in een zeer beperkte oplage, met gedichten waarvan sommige tijdgenoten rode oortjes kregen.
De eerste bundel die hij uitgegeven heeft, die stond een stam vol met kleine erotische gedichtjes. Ja, op een manier waar wij niet van schrikken, maar die in die tijd toch licht pornografisch genoemd werd. Hè? Van die kleine gedichtjes over dat de borstjes wel lijken op net geplukte roosjes of iets dergelijks. Hè? Of rozenknopjes, dat tepeltjes lijken op rozenknoppeltjes. Echt werkelijk voor ons heel eenvoudig en heel onschuldig. Maar voor die tijd ging dat dus vrij ver. Maar de jonge Tollens hield zich ook met ernstiger zaken bezig. De politiek bijvoorbeeld. Hij maakte in zijn nog korte leven een hoop historische ontwikkelingen en politieke aardverschuivingen mee en was in Rotterdam actief betrokken bij de Patriottenbeweging. Tollens werd geboren in de nadagen van de Verlichting en hoorde als kind over de revolutie in Frankrijk. Diezelfde Fransen vielen in 1795 ons land binnen en schonken ons de Bataafse Republiek. 11 jaar later kreeg het land de broer van keizer Napoleon als koning en weer 4 jaar later werden we zelfs bij Frankrijk ingelijfd. Tollens was in eerste instantie een overtuigd patriot en daarmee een voorstander van de idealen van de Franse Revolutie en daarmee ook tegen de stadhouder van Holland. Hij verloor zijn sympathie voor Frankrijk, vooral na 1810, toen Napoleon ons land bij zijn keizerrijk had ingelijfd. Tollens pleitte vanaf dat moment voor vredelievendheid en verdraagzaamheid. Als dichter schreef hij liefelijke en huiselijke gedichten als tegenwicht voor de chaotische tijden. En vaak zat er in die onschuldig lijkende poëzie een politieke boodschap verscholen. In 1806 werd hij op slag beroemd met het gedicht Aan een gevallen meisje. Een meisje raakt bezwangerd en veracht haar minnaar. Maar als het kind eenmaal is geboren, ontdekt ze de moederliefde en verzoent zich met haar lot. Moog geen wereld zich erbarmen. Sluit getroost uw kind in de armen. Het combineert eigenlijk de fascinaties van die maatschappijen. Men wil eigenlijk de oude zonde afstoten en nieuw leven tegemoet gaan. En dat zit hier op een hele eenvoudige, melodieuze manier in. En zodanig kun je het misschien ook op de politieke situatie van die jaren leggen. Hè. Men heeft inderdaad die Franse Revolutie gehad, hè, waarin veel ongelukken gebeurd zijn, dingen waar je met berouw op terugkijkt. Maar laten we nu nieuw beginnen. Laten we naar een nieuwe, kalmere periode toe gaan. En ik denk dat de mensen dat herkenden erin. Vanaf 1810, de aanwezigheid van de Fransen in Nederland werd inmiddels als een bezetting ervaren, startte Tollens zich op historische gedichten. De Fransen hebben ook censuur ingesteld op dat moment. Je mag niet meer publiceren wat je wil. En wat de schrijvers dan doen, en dat is niet alleen Tollens, is eigenlijk het verleden als een metafoor voor het heden gebruiken. Ze willen dus laten zien dat de Nederlanders vroeger buitengewoon dapper waren en vijanden wisten te weerstaan. En die verhalen uit het verleden gebruiken ze eigenlijk om als voorbeeld te stellen aan de hedendaagse Nederlanders. Nederland was namelijk op zoek naar een eigen nationale identiteit en beriep zich graag op de roemrijke verhalen uit het verleden, toen Nederland nog bekend stond als een grootmacht. Heldendaden uit het verleden, zeeslagen, ontdekkingsreizen, daar schreven ze over. En Tollens wist met zijn historische verhaaldichten opnieuw veel landgenoten te raken. Zijn veruit bekendste historische werk is het tafereel van de overwintering der Hollanders op Nova Zembla. Ja, dat komt natuurlijk weer omdat Tollens dit op een grandioze manier beschreven heeft. Het is werkelijk ook voor ons nu nog een heel mooi gedicht. Met schitterende natuurbeschrijvingen, met een melodie erin, waarin hij
de natuur nabootst. He, hij laat in die... In dat gedicht bijvoorbeeld horen hoe kruiend ijs klinkt. En als je dat ooit gehoord hebt, dan hoor je dat terug in dat gedicht. Eens even kijken. Wat schouwspel staren ze aan. Wat onafzienbare rotsen. En woestenijen langs van opgeschoven schotsen. Wat schrikkelijk geknars, geratel en gekraak. Van hortend ijs op ijs, verdoofd gehoor en spraak. En hij laat daar de woeste natuur eigenlijk kampen met de mens die de natuur wil bedwingen. En die oerkrachten die daar tegen elkaar botsen, dat was zo herkenbaar voor die tijd dat mensen dat van buiten gingen leren. Hè. Het is een gedicht van een half uur, maar er waren veel mensen die het van buiten kenden. Niemand citeert tegenwoordig nog uit de overwintering de Hollanders op Nova Zembla. Maar niettemin behoort het wel tot ons collectieve geheugen. Zijn gedicht inspireerde Isings tot het maken van deze overbekende schoolplaats. En die inspireerde weer op zijn beurt regisseur Reinoud Oelemans om binnenkort een speelfilm te maken over dit heldenepos. Maar Tollens schreef ook over actuele zaken, over belangrijke en opzienbarende gebeurtenissen in zijn tijd. Zijn bekende gedicht Zucht bij de ramp van Leiden schreef hij naar aanleiding van de allesvernietigende ontploffing van het kruitschip in Leiden in 1807. Waar hij steeds op inspeelt is als er behoeftes zijn in de maatschappij, als er noden zijn. Dus op het moment dat hij merkt dat er armoede is in zijn omgeving of er een wezenschooltje opgericht moet worden, een bewaarschooltje, of dat dan een ontploffing is geweest met slachtoffers, dan dicht hij over dat feit. En zo'n gedichtje wordt dan gedrukt door een uitgever in Rotterdam, in Rijswijk, waar hij later komt te wonen. En dat wordt dan verkocht ten voordele van. In 1815 werd Nederland een onafhankelijk koninkrijk. En Willem I werd de eerste koning der Nederlanden. De nieuwe trotse natie had uiteraard een nieuw volkslied nodig. Het oude, niet-officiële Wilhelmus voldeed niet meer. Er werd een wedstrijd uitgeschreven. En de Rotterdamse dichter Hendrik Tollens won. Tollens gedicht bij een compositie van Johan Wilhelm Wilms werd vanaf 1815 onze nationale hymne. Wie Nederlands bloed in de aders vloeit, van vreemde smetten vrij, wiens hart voor land en koning gloeit, verheft een zang als wij. Hij stelle met ons vereend van zin, met onbeklemde borst, het godgevallig feestlied in, voor vaderland en vorst. Dat is een gedicht wat eigenlijk vaak een beetje verkeerd geïnterpreteerd wordt. Want men denkt vaak van wie in Nederland, van vreemde smetten vrij, dat dus een pleidooi is voor een blanke natie. Maar wat eigenlijk daarin gezegd wordt van sinds we bevrijd zijn van de Fransen, de vreemde smetten, de Fransen zijn vrij. Dus wie in Nederlands bloed door de aderen stroomt van vreemde smetten vrij, die kan zich echt verheugen in het vaderland. Wiens Nederlands bloed bleef ons volkslied tot 1932. Op verzoek van koningin Wilhelmina werd toen het Wilhelmus weer in ere hersteld. In 1820 was Hendrik Tollens op het toppunt van zijn roem. Van zijn bundel Gedichten verscheen in dat jaar een oplage van 10.000. En dat in een tijd waarin alles nog met de hand werd gezet. Daar was men dus maanden mee bezig. Tollens verdiende overigens weinig aan de verkoop van al die bundels. Maar hij had niet te klagen. De verfhandel die hij inmiddels van zijn vader had overgenomen, leverde meer dan genoeg op. Daar kon zijn hele gezin, hij was inmiddels getrouwd en had 11 kinderen, zeer goed van eten.
Door zijn succesvolle handel en zijn nationale bekendheid behoorde hij nu ook tot de Rotterdamse elite. Toch verliet Tollens in 1846 zijn Rotterdam toen hij 65 werd en zijn vrouw was overleden. Hij vertrok naar het toen nog landelijke Rijswijk en nam hier zijn intrek in het statige huize Ottoburg. Hij verlangde zo naar buiten. Zo groot was zijn liefde voor de natuur die hem als beginnend dichter had betoverd. Zijn bedrijf was veilig in handen van een schoonzoon. Dus hier kon hij zich heerlijk terugtrekken om van zijn oude dag te genieten. Tegenwoordig heet dit huis ook het Tollenshuis. De geschiedenis van Rijswijk wordt hier verteld, maar ook de herinnering aan de ooit zo beroemde bewoner wordt levend gehouden. Hier genoot hij van zijn betrekkelijke rust en het buitenleven. Maar hij bleef ook schrijven, vooral natuurpoëzie. Hier kwamen veel van zijn literaire vrienden langs, maar ook echte fans wisten de weg naar Rijswijk te vinden. Vader Tollens, zoals hij nu werd genoemd. Bleef populair en geliefd tot aan zijn dood. De mensen dweepten echt met hem. Er kwam zelfs op een gegeven moment een comité die bij zijn, ik meen, 70ste verjaardag echt een grote hulde aan hem bracht. En toen kreeg hij ook een bepaald bedrag, was voor hem ingezameld. Niet voor hemzelf, maar voor een fonds voor armlastige dichters. Het zogenaamde Tollensfonds, dat nog steeds bestaat. Hij werd in de bloemetjes gezet. Er werden portretten van hem gemaakt die te koop aangeboden werd. Hij kreeg een telegram van de koning bezorgd. Dus het was een echt nationaal groot feest. Hij woonde hier nog 10 jaar als een soort letterkundige patriarch. Toen hij in 1856 overleed, overigens letterlijk met de pen in de hand, werd er in het hele land gerouwd. Hij werd in Rijswijk begraven bij de Oude Kerk. Daar werd al snel een groot monument op zijn graf geplaatst, zoals hoort bij een nationale held. Maar dat beeld raakte in verval en werd na een eeuw verwijderd. Sinds eind jaren 70 stond hier slechts een kale sokkel. Maar enige maanden geleden is dan eindelijk dat nieuwe grafmonument ingewijd. In Rijswijk begraven en in zijn geboortestad geëerd met een indrukwekkend standbeeld. Hier in het park bij de Euromast staat zijn beeld uit 1860. En de naam Tollens leeft voort in een internationaal bekend verfmerk dat voort is gekomen uit het familiebedrijf en vooral in Frankrijk goed verkoopt. Al snel na zijn dood werd zijn werk bespot. Men vond het bombastisch, sentimenteel en kinderachtig. En inderdaad voldoet het niet meer aan de eisen die wij tegenwoordig aan de dichtkunst stellen. Maar velen zagen dat toen anders. Hij wist de mensen te raken met zijn nadruk op huiselijk geluk, trouw aan God en vaderland. En daar had men in Nederland in die tijd grote behoefte aan. En daarmee is de Rotterdammer Hendrik Tollens de eerste echte dichter des vaderlands. De 19e-eeuwse stadsarchitect die Rotterdam in nog geen 20 jaar eeuwen vooruitbracht.
Willem-Nicolaas Rozen. Volgende week in Rotterdammers van Formaat.